Hoe gaan slachthuizen nu eigenlijk met onze dieren om? Om hierachter te komen hebben wij deze rapporten opgevraagd. Het zijn de verslagen van inspecteurs en er staan gruwelijke verhalen in. Ik ben onderzoeksverslaggever Maaike Kempes en dit zijn de 5 meest schokkende voorbeelden. Zo komen varkens levend in heet water terecht. Het gaat regelmatig mis bij het doden van varkens. Ze worden eerst verdoofd en daarna wordt de halsslagader doorgesneden. Als dit fout gaat, dan komt een varken levend aan bij een gloeiend heet bad. Daar worden haren en vuil losgeweekt. Een inspecteur ziet hoe een dier nog probeert omhoog te komen en wild spartelt tot het helemaal onder water wordt gedrukt. Ook staat hierin hoe een inspecteur ingrijpt als een dier levend wordt gevild. Van een kalf dat nog beweegt, wordt de huid van de kop gesneden. Als een mes erin gaat, spartelt het dier tegen. De inspecteur kan nog maar net voorkomen dat ook de poten worden afgeknipt. In een ander slachthuis wordt gemeld dat schapen levend aan hun vacht worden opgetild. Dit zorgt voor onderhuidse bloedingen. Ook ziet een inspecteur hoe een kalf met een bot mes wordt geslacht. Uiteindelijk moet een medewerker 4 keer snijden voordat de hals goed is doorgesneden. En dit komen we in meerdere slachthuizen tegen. Kreupele dieren. Varkens die op 3 poten lopen, een koe met een gezwollen knie en een zwartbont met een ontstoken poot. Allemaal hebben ze pijn bij het lopen. Het vlees van deze dieren ligt gewoon in de supermarkt. De NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, houdt daarom toezicht. Er worden 180 slachthuizen gecontroleerd op dierenwelzijn. 19 daarvan overtreden de regels en krijgen een boete. De bedrijfsnamen hebben we niet gekregen, maar we weten dat 1 slachthuis 11 boetes kreeg. In de meeste gevallen moest per overtreding 1500 euro worden betaald.